Suriname heeft 5 dagen als gastland voor de 14e vergadering van de Technische Adviescommissie TAC opgetreden. Deze belangrijke regionale bijeenkomst is op vrijdag 21 april afgesloten met een veldbezoek aan het Mangrove Rehabilitatieproject van professor Siwnat Naipaul. Sinds 2005 heeft de kustlijn te weg naar zee zich op sommige plekken tot wel ongeveer 800 meter teruggetrokken, landinwaarts. De participanten hebben tijdens dit veldbezoek de gelegenheid gekregen om enkele mangroveplantjes te planten. India en Suriname zijn vastbesloten de solide band die er bestaat tussen hen verder uit te diepen. Dit kwam naar voren tijdens een gesprek van minister Albert Ramdeen van Bibis met zijn collega van India, Subramaniam Jaishankar, tijdens de gisteren gehouden CARICOM-India-vergadering in Guyana. Bijzondere aandacht kreeg de status van de technische afwikkeling van de schuldherschikkingsovereenkomst met de Exim Bank van India. Voor zowel de kredietlijnen als het leverancierskrediet, welke een noodzaak is voor verder voortgang van lopende projecten via kredietlijnen. Het ministerie van Volksgezondheid noemt het handelen van actievoerend zorgpersoneel tegen een bezoeker van het departement afkeurenswaardig, mensonterend en onacceptabel. Tijdens de protestactie van zorgwerkers afgelopen donderdag hebben enkele protesterenden de man in kwestie op ongepaste wijze fysiek bejegend, waarbij diens eigendommen werden vernietigd. Het ministerie erkent het recht van protest, vrije meningsuiting en beleving van de democratische beginselen. Echter stelt het zich wel op het standpunt dat aan dit recht geen gewelddadigheden ontleend mogen worden en dat dit niet getolereerd zal worden.